Board Games at Home. Ontdek, ervaar en speel. Sponsor van Lucky Bastard. Hey, welkom bij het kanaal van Lucky Bastard. Vandaag heb ik een paar bijzondere spellen hier naast mij staan. Spellen uit de reeks Stacks en Flex van 999 Games. En dat zijn solo puzzelspellen, dus je probeert eigenlijk door verschillende levels te gaan. En steeds worden die levels natuurlijk moeilijker. Je kent het misschien wel. Laten we eens een keertje kijken naar hoe deze werken. Wil je weten wat ik er uiteindelijk van vind? Dan moet je ook even kijken naar de volgende aflevering van Bordspellen News en Reviews. Zo, ik heb dus twee spellen die ik moet bekijken vandaag. Ik denk dat de meeste mensen zitten te wachten op deze met de katten, dus laten we daar mee beginnen. Dus het zit alvast in een mooi doosje. Dan kan je eigenlijk dit, als je een beetje... hier is een mogelijkheid om het eruit te halen, maar het is niet het gemakkelijkste, zal ik zeggen. Het gaat wel. Kijk, het gaat wel. En dan kan je het er zo in één keer uithalen. En wat ik heel goed vind, wat dat ontbreekt bij veel van die puzzelspellen, toch waar ik weet van heb, is dit... Hoe moet ik het er terug insteken? Want er is ook maar één oplossing. Maar dat is niet de echte puzzel. Dus laten we eens een keertje kijken naar de echte puzzel. Maar er staat ook een kattenpoot op de achterkant. Ik weet niet of jullie het zien. Ah ja, zo wel. En dan heb je eigenlijk verschillende kaartjes. Je hebt een heel stapeltje gaande van beginner tot expert. En dan heb je ook een ander stapeltje met de oplossingen. Dus die, daar wil je voorlopig nog niet naar kijken natuurlijk. Maar ja, zo gaat het er dan uiteindelijk uitzien. En dan ga je gewoon een nummertje pakken. En dat bepaalt dus ook welke oplossing je gaat moeten bekijken. Dus laat ik nu deze proberen bijvoorbeeld. Dit is al meteen... Oh nee, weet je, ik ga met deze beginnen. Dus het idee is eigenlijk dat je deze kat hier van boven neemt. U begrijpt het wel. Oké. Dat klopt. En dan moet ik ze proberen erin te puzzelen. Hier staat aangegeven dus hoeveel katten, hoeveel lagen. Dus dat gaat zo dadelijk duidelijk worden. En dan moet ik proberen eigenlijk deze puzzel volledig in te passen. Nu, de katten zijn natuurlijk niet perfect een vierkant, dat zie je ook. Maar eigenlijk is het wel vrij duidelijk of ze een vel bekleden of niet. Hier zou je nu misschien kunnen over twijfelen, maar dat veld, er kan geen kattenhoofd meer tussen of zo, dus dat is duidelijk wel bedekt als je het een beetje beet hebt. En dan kan ik bijvoorbeeld deze zo leggen. En dan zie ik hier, wel, dat komt nog niet helemaal uit. Dus ik zal de puzzel nog een keer opnieuw moeten maken. Dus dat zijn de gemakkelijke puzzels. En die heb je ook wel met verschillende niveaus. En die vind ik persoonlijk al pak moeilijker als er meerdere niveaus zijn. Twee niveaus... is nog relatief makkelijk. Deze mee nu, deze wel. Deze twee vind ik soms moeilijker om uit elkaar... Nee, dat is niet waar. Deze twee vind ik soms moeilijker om uit elkaar te houden. Omdat de kleur gelijkend is. Maar ja, goed. En de vorm is ook een beetje gelijkend. Het lukt uiteindelijk wel als je een beetje oplet. Hier heb ik wel 9 katten nodig. Dus dat is wel beginner, maar lijkt me toch alweer een pak moeilijker. Die doen allemaal mee, deze doen ook mee, deze doen niet mee. Oké, twee lagen, wat wil dat nu eigenlijk zeggen? Ik hoop dat ik het goed in beeld kan brengen. De katten hebben, als je ze zo plaatst, ook een hoogte. Dus deze is 2 hoog. Het koppeltje steekt 2 hoog erbovenuit, de rest is 1 hoog. Dus dat kan ik bijvoorbeeld zo zetten. Dan kan ik er hier bijvoorbeeld ook eentje tegenleggen, weet ik veel. En dan zou ik bijvoorbeeld deze kat, en dat gaat misschien wringen voor sommige mensen... ondersteboven hier in dat gat steken en dan leunt hij ook op die andere kat. En zo moet je gaan puzzelen en overal moeten de 2 lagen gevuld zijn. Dus overal moet het 2 hoog zijn. En ik vind dat persoonlijk een pak moeilijker. Maar je kan wel al vrij snel bepaalde dingen uitsluiten, want deze kat die kan je niet zo leggen. Dan is die te lang voor deze breedte. Je kan hem ook niet zo zetten, want deze is duidelijk 3 hoog. Je hebt de pootjes, je hebt het lijf en je hebt het kopje. Dus... deze moet ik al in de lijn te gaan leggen. En dat helpt wel natuurlijk om de puzzels op te lossen. Want dan heb je al meteen het idee van, ja, wat kan er nu nog naast? Misschien wil ik hem hier op de bodem leggen. Dat maakt het misschien nog wat gemakkelijker. Dan moet ik al zoiets zeggen van, ja, deze kan daarin bijvoorbeeld. Want die is 2 hoog, dat is geen probleem. Deze zou daar ook in kunnen, hè? Die hebben we al gezien. Dat past eigenlijk allemaal wel. Maar goed, laten we eerlijk zijn. Dit is al zeker en vast...
Een grotere uitdaging. Ik ga deze hier plat op zijn snoet leggen. En deze hier bovenop. Maar ja, moest ik echt vastzitten, dan zit ik natuurlijk nog met de optie om te gaan kijken. Laten we deze oplossing eens even zoeken. Dan zie je hoe duidelijk het is. Als je ziet, ah, dit is nummer 11. Maar ik moet nummer 12 hebben. Wel, die staat aan de achterkant. En dan zie je hier eigenlijk... Ik weet niet of er altijd maar één oplossing is. Misschien dat je ook op een andere manier een soortgelijke oplossing kan vinden. Maar dit gaat sowieso werken. Dus ik heb dit vrij goed ingeschat. Deze twee moeten eigenlijk op de bodem. Dat was... ik ga hem misschien zo leggen, maak het gemakkelijker. Dus zo en zo. En dan zie je, deze moet hier tussenin. Ja, dat was een bakje van twee. Dat werkt heel goed. En hier zit geen gaatje tussen. Maar hier hebben we wel plaats voor deze kat. En die is ook twee hoog, maar dan moet je hem op zijn staart leggen. Dan hebben we die witte, die moet hier. Zo. De gele, die moet hier nog ergens bij komen met zijn koppetje naar ginder. Zo. Deze zou dan hier terecht moeten komen. Het stapelt eigenlijk wel relatief goed, vind ik, voordat het zo moeilijke vormen zijn. Deze hier. En deze hier. Voilà. Zo zou het dus moeten. Maar goed... Deze heb ik nu wel opgelost, maar er zijn, dit is allemaal nog makkelijk. Het gaat naar gevorderd. Het kan ook één laag zijn, kan ook twee lagen, drie lagen zelfs, vijf lagen zelfs. En als je echt naar extreem gaat, ja, dan je krijgt echt de gekste vormen, de gekste uitdagingen hier voor op te vullen. Voilà, dus dat is eigenlijk wat je moet doen met cat stacks. Ze worden echt ook wel gestackt als je met meerdere lagen werkt. Ik zal die puzzel zo dadelijk oplossen. Laat ik eerst een keertje kijken naar Flex Puzzler. Ook hier heb je allerlei puzzels die je solo kan oplossen. Maar dit zit wel aan elkaar vast. Dus hier weet je de volgorde al. Dat maakt het een pak gemakkelijker. En het idee is eigenlijk dat je zo'n beeld krijgt. En dat je dan gaat moeten kijken, oké, hoe kom ik aan die vorm? Nu, hier heb je ook beginner niveau. Je hebt, wat is het allemaal? Je hebt verschillende fases. Uiteindelijk gaat het naar... combi is als je meerdere van deze doosjes hebt. Dus hier heb je expert niveau. En dan heb je... meester nog. Dus dat is het moeilijkste. En na de bladzijde komt eigenlijk altijd de oplossing. Maar persoonlijk vind ik deze allemaal niet zo moeilijk. Als ik ga kijken... Die is misschien wel moeilijk. Laat ik die eens proberen. Dus wat zie ik? Ze moeten eigenlijk allemaal zo naast elkaar staan. In torentjes van drie. En er moet geel en groen van boven. Nu, het is een beetje zoeken hoe dit werkt in het begin. Hè? Want er zit een elastiekje aan. En je kan enkel schuiven bij de gleuf. Maar je kan altijd draaien. Dus je bent heel flexibel wat dat betreft. Dus je kan eigenlijk iedere vorm daarmee maken. Dus dat ziet er eigenlijk al een beetje uit als de voorkant. Dan moet ik nu nog naar de achterkant. Kan ik eigenlijk alleen maar dit doen. Als ik hem goed draai, kan ik alleen maar dit doen. Voilà. Zo, dan staat die toren er al. En dan moet die nog zo draaien. En dan zijn we er eigenlijk al. Dat is wat hier te zien is. Zo gemakkelijk kan het zijn. Dit is meer een beetje bezigheidstherapie. De katten is echt wel een uitdaging. Dat was het dan. Bedankt om te kijken. Dit is echt waar het einde van dit filmpje, maar je hebt nog zoveel andere mogelijkheden waarvan je er hier een aantal kan bekijken. Pak die linkse maar.